Hier is het puur Ruben zelf die gewoon ja, het mooiste wil maken wat hij kan. En zo snel mogelijk, dit heeft hem een uur gekost, of misschien 2 uur, maar meer niet. En daar zie je eigenlijk al meteen die enorme zonnebloem. Hartelijk welkom bij deze uitzending van TV Rijnmond. Op deze regenachtige dag is het altijd leuk om een tip te krijgen voor een museumbezoek. Wij introduceren u in de nieuwe expositie Rubens bij Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Maar eerst het ander nieuws. De 3 bovenste verdiepingen van een 21 etages tellende seniorenflat van Humanitas aan de Prinsenlaan in Rotterdam zijn woensdag ontruimd na een brand op het dak. Ja, er kwam eerst rook in de badkamer. Eerst wit, toen werd het hartstikke zwart. En dan stond ineens het hele huis vol. En toen heb ik gauw 1 en 2 gebeld. Ja, we kregen de melding van diverse mensen hier in de omgeving dat er zwarte rook van het dak van een flat kwam. Een flat van 21 etages. En eenmaal te plaatsen bleek daar een onderdeel van het luchtbehandelingssysteem op het dak in brand te staan. Die brand die was redelijk snel onder controle, na iets meer dan een uur. Maar het grootste punt van zorg is dat die rook eigenlijk de flat in is gezakt naar de 21ste, de 20ste en de 19e etage. En die 3 etages zijn ook door de brandweer ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een bewonerscentrum op de begane grond. Het gaat om zo'n 27 woningen in totaal. En van die mensen is 1 iemand uiteindelijk nog door ambulancepersoneel nagekeken, omdat die persoon wat rook binnen had gekregen. Tot nu toe hebben we verder geen bericht over gewonden. Het grootste punt van zorg voor ons was vooral, het gaat om mensen op leeftijd die zelfstandig in deze flat wonen. En die natuurlijk niet zo gemakkelijk 21 etages met de trap naar beneden kunnen. Dus daarom zijn er ook heel veel extra hulpdiensten gealarmeerd. Ook uit voorzorg die nog bij een kazerne klaarstaan. Zodat we alle zorg kunnen bieden die hier nodig is. We zijn er en we zitten lekker buiten. En het is mooi weer gelukkig en we leven allemaal dus. Ben je wel geschrokken? Viel wel mee. Dus ik rook verder, ik zag niks dus... Dat viel wel mee. Ze waren op tijd bij met de ontruiming en dat is het belangrijkste. Museum Boijmans van Beuningen is toevallig doelwit van een excursie voor jonge studenten. Even hun kennis over Rubens testen. Wat weet je van Rubens? Ja, echt heel weinig eigenlijk. Niks. Dat het een Belg is. En een kunstenaar. Komt uit de Gouden Eeuw. Rubens. Dat hij wel van wat grotere vrouwen houdt. Pontje meer. Aanstaande zaterdag om 11 uur opent de expositie. Wij vallen binnen op het moment dat er nog druk gewerkt wordt. Vanaf mijn studie ben ik dol op Rubens. Zijn olieverfschetsen die zijn eigenlijk het allermooiste. Hij bereidt zijn schilderijen voor met kleine paneeltjes met olieverf. En dan worden die kolossale schilderijen gemaakt. Maar die olieverfschetsen die zijn altijd eigenhandig. En daar zie je een ongelooflijk losse toets. Dus dat zijn eigenlijk de mooiste schilderijen. En het bijzondere is dat Boijmans, die heeft een onwaarschijnlijk mooie collectie. Dat weten weinig Rotterdammers, maar wij hebben een van de mooiste collecties Rubensschetsen ter wereld. En hij zit daar in Antwerpen met een enorm atelier en iedereen wil zijn schilderijen. En als je kijkt naar zijn voorgangers, dan begrijp je eigenlijk wel waarom ze hem zo ongelooflijk mooi vinden. Want zijn voorgangers, als je die schilderij ziet, zijn keurig geschilderd. Elk knoopje, elk blaadje kan je zien. Maar ze zijn zo stijf. Rubens gaat proberen om daar leven. En dat is eigenlijk een van de eerste schilders die leven in die schilderij. Beweging, hè? Mensen zijn niet stijf. Hè? Hier is het puur Rubens zelf die gewoon ja, het mooiste wil maken wat hij kan. En zo snel mogelijk, dit heeft hem een uur gekost, of misschien 2 uur, maar meer niet. Het is echt werkelijk, ja, hier voel je Rubens het meest dichtbij. Of je werkelijk, ja, of je echt over zijn schouder toekijkt. Een fikse regenbui met onweer zorgde rond het middaguur voor veel overlast. Zoals hier in het Heer Bokel College in Rotterdam-Noord, waar het regenwater het trappenhuis binnenstroomde. Ook ontstond op de lijnbaan een sinkhole waar een wagentje van de gemeente inzakte. Een deel van de winkelstraat moest korte tijd worden afgesloten. In totaal kwamen bij de brandweer Rotterdam-Rijnmond 60 meldingen binnen over wateroverlast. Nou, we hebben hier onze dronebus net helemaal opgeknapt, overgelaten spuiten. Of in ieder geval, we hebben hem laten rappen. Zwaar ligt de sirene zelf erop en we gaan lekker oefenen. Super trots zijn ze bij de gezamenlijke brandweer in de Rotterdamse haven op deze speciale drone-teambus. Nu kunnen ze namelijk ook uitdrukken met een drone. Want deze vliegende camera heeft een aantal handige technische snufjes.
die reuze handig zijn bij de bestrijding van branden. Er zitten twee camera's op, een normaal beeld en een warmtebeeld. En met warmtebeeld kunnen we heel goed het verschil zien tussen warm en koud. En daar hebben we schalen in, zodat we het kunnen gebruiken in de industrie, waar bijvoorbeeld een leiding heel warm is, of een flare of een schoorsteen. Maar we kunnen het ook gebruiken bij hulpverlening. Kiteservice op de Maasvlakte, die zoek zijn, die kunnen dan heel snel lokaliseren, omdat ze een andere warmte opgeven dan het water. En hebben we heel snel slachtoffer gevonden. Op het terrein van de Modelvliegclub in Rozenburg kan de brandweer goed oefenen met de drone. Je kunt het gek niet opnoemen en het kan ingezet worden. Redden van mensen in het water, snel beeldvorming krijgen bij verkeersincidenten. Op iemand in de industrie bij een incident dat die zoek zou zijn, zou je er overheen nog kunnen vliegen. Warmtebeeld geven bij verschil van warmte in de industrie. Maar ook bijvoorbeeld als in een bos, hè, dat zie je hier wat minder, maar aan de andere kant van Nederland zie je dat veel. Als iemand zoek is, dan wordt er ondersteund bij de politie en bij een zoektocht en dan vliegen ze er overheen. En met een warmtebeeldcamera kan je heel snel iemand er lokaliseren. En tijdens de Wereldhavendagen komend weekend kun je ook een kijkje nemen bij het speciale drone team. Dan geven ze demonstraties. Een tram van lijn 4 is vanmiddag rond 1:30 bij het Kruisplein uit de rails gereden. En daardoor raakte het tramverkeer rond Centraal Station deels gestremd. Verschillende tramlijnen konden niet meer op of van het CS komen, met grote vertragingen als gevolg. De Rotterdamse haven staat aan de vooravond van een grote verandering. Rotterdam wil flink gaan vergroenen en er is ook niet alleen meer ruimte voor chemie, containers en logistiek. Rotterdam wil meer. Tegenwoordig willen we er ook allerlei andere dingen doen. Willen we de booreilanden ontmantelen, hebben we er windenergie. Dat hebben we toen niet gedacht. Dus dat zegt iets over de toekomst. Maar de toekomst is vooral wat mij betreft dat we een hele duurzame haven gaan krijgen. De grootste zijn we al lang niet meer. Dat we de slimste haven zullen zijn en wat mij betreft ook de meest veilige haven. Het moet dus duurzamer. En sommige bedrijven hikken aan tegen de hoge kosten die daarbij komen kijken. Andere bedrijven investeren nu al flink. Maar vandaag hebben we ook gezien dat er een helemaal nieuwe fabriek komt van Lyondell. En die gaat er 150 miljoen in investeren. Dus er zijn verschillende beelden. Maar het beeld over het algemeen is dat bedrijven echt de bereidheid hebben om die transitie in te zetten. Vandaag heeft Rotterdam zich op een grote beurs in Hamburg voor het eerst gepresenteerd als de Europese hoofdstad voor maritieme industrie. Het havenbedrijf heeft heel veel inspanningen altijd verricht om grote hoeveelheid lading naar Rotterdam te halen. Maar we hebben als stad ook fantastische dienstverlening. En wij in Hamburg hebben laten zien, meer dan 2200 deelnemers aan die beurs, 150 Nederlandse bedrijven, laten zien dat wij als Rotterdam alles te bieden hebben aan de logistieke en de dienstverlening in onze haven en onze economie. Er is in de Rotterdamse haven nog voldoende ruimte voor deze bedrijven en daarom wil de stad goede bedrijven aantrekken, maar de vervuilende bedrijven moeten veranderen of anders vertrekken. Mounir Elhamdoui traint sinds dinsdag mee met Excelsior. De oudspeler van onder meer AZ, Ajax, Fiorentina en Tottenham Hotspur zou graag zijn carrière afsluiten bij de club waar het allemaal voor hem begon. Ik ben hier natuurlijk begonnen als kleine jongen in de jeugd. Doorgestroomd naar het eerste en mooie tijden meegemaakt en nu ben ik weer terug. Ja. Is er veel veranderd eigenlijk? Ja, ik moet zeggen dat er in positieve zin heel veel is veranderd bij Excelsior. En dat ze stappen maken, hele goede stappen en dat is mooi om te zien. Elhamdoui en Robin van Persie hebben in het verleden vaak aangegeven bij Excelsior een carrière te willen afsluiten. En Elhamdoui lijkt zijn woorden na te komen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat heb ik gezegd, ja. En op dit moment ben ik hier om mee te trainen. En daarvanuit gaan we zien of er wat moois uit komt. Hoe fit ben je eigenlijk? Ik moet zeggen dat ik vrij fit ben. Ik heb gewoon doorgetraind voor mezelf. Alleen met het team trainen is natuurlijk wat anders. Onlangs verschenen in de media berichten over Elhamdoui dat hij technisch directeur was geworden bij een Marokkaanse club. Ik ben officieel absoluut geen technisch directeur daar. Er is me wel het een en ander aangeboden daar, maar daar ben ik niet op ingegaan. Ik heb ze geholpen met wat spelers en that's it eigenlijk. De RTV Rijnmond Zonnebloemcompetitie 2018 met de winnaar aan een drukke verkeersader. Met smog, met files, met CO2, met uitstoot. En met dus de hoogste zonnebloem van onze regio. Ja, we gaan nu naar de tuin toe. Oh. Ja, jullie zeggen van het is geen tuin. Ja, voor mij is het wel een tuin. Een geheime deur naar een binnentuin. We lopen door een gang en daar zie je eigenlijk al meteen die enorme
een zonnebloem. Het kan overal, maar je moet gewoon zorgen dat hoe hoger die wordt, des te meer stevigheid dat die moet hebben. Oh, dik gewonnen! We hebben hem! Yes. Prachtig! 4 meter 32! 4 meter 32! Ja, dat weet ik, ja. Met heel veel liefde opgekweekt, hè? Zeker, en op een plek die je helemaal niet verwacht. In Rotterdam-Zuid, echt buiten giert het verkeer voorbij. En hier binnen, in deze binnentuin, is het gewoon zonnebloementijd, ja. Ja, ik vind het wel, ik vind het echt heel erg leuk dat hij hier staat. Jullie hebben het met z'n tweeën gedaan, man. Ja, hij heeft over het algemeen water gegeven. Water gegeven, dat was jouw rol. En goed verzorgd. Ja, ben ik toch benieuwd, wat gaat er gebeuren met de zonnebloem? Die laat ik nog een paar dagen staan. Totdat hij net als de andere zijn kop zo laat hangen dat het de moeite niet meer waard is. Een kennis van ons die wil ze hebben, want... Soep. Ja, dus, soep? Ja, dat zegt ze, ze is Litouws. Zij zegt soep. Ze zegt soep. Soep? Maar, ja. Zonnebloem wordt soep? Ja, ik weet het niet, ik ben geen Litouwer. Nou, ik vind het een mooie bestemming. Mannen, nog een keertje proost. Ja, gezondheid. En gefeliciteerd. Dank je. Proost. Gaat wel in. Tot zover deze uitzending van TV Rijnmond. Blijf ons volgen via onze app en rijnmond.nl. De komende dagen veel aandacht voor de Wereldhavendagen. En heeft u nou zelf een nieuwstip? Heel graag nieuws@rijnmond.nl. Hele fijne dag verder.